Zo. Welkom. Wel, ik geloof dat iedereen een stoel heeft. En zo is het toch nog een volle zaal. Welkom. Mijn naam is Vonne van der Meer en ik ben voorzitter van PEN Nederland. Welkom iedereen, vaste Bali-klanten, leden van PEN, vrienden van PEN, netwerk scenario-schrijver, zijn er geloof ik ook mensen. Dat zijn dus collega's van Alex Sentsov. Je schrijft O, maar je zegt A. Dat hoorde ik dus net voor ik hier naartoe kwam. Waarom deze avond, dus eigenlijk namiddagavond? Toen wij het bestuur van PEN hoorden dat aan de Oekraïense filmmaker Alex Sentsov vandaag de Sacharovprijs zou worden toegekend, dachten we, daar moeten wij iets mee. Sentsovs eerste film, Gamer, waar hij ook het scenario voor schreef, ging in 2012 op het filmfestival in Rotterdam in première. Het verhaal gaat over een jonge gamer. Sentsov zelf was 4 jaar lang een professioneel gamer. Ik wist niet eens dat dat kon. Ik dacht dat het iets voor jongetjes was die geen huiswerk wilden maken. Maar je kan dus professioneel gamer zijn. En hij was ook Oekraïens kampioen gamer. En het verhaal gaat dus over een jongen die met zijn moeder in Simferopol op de Krim woont. Die film werd zeer goed ontvangen en op verschillende internationale filmfestivals vertoond. Naast filmscenario's heeft Sentsov ook korte verhalen geschreven. Dat hij een schrijver was, wist ik al voor ik een heel verhaal van hem uitgelezen had, door 1 zin die hij in het begin van een van zijn verhalen citeert. Het is een zin van de schrijver Michail Zwanetsky en luidt: schrijven is als pissen. Je moet het pas doen als je het niet langer kunt ophouden. Aan het eind, dadelijk helemaal aan het eind van dit eerbetoon, zal ik nog een alinea van Sentsov voorlezen. En dan kunt u zelf oordelen of hij een goed pisser is. Sentsov werkte aan zijn tweede film Rino toen de Euromaidan-protesten losbarsten en zijn volle aandacht opeiste. Hij stelde het afmaken van deze film uit en werd activist, terrorist, volgens de Russische autoriteiten. En in augustus 2015 werd hij veroordeeld tot een gevangenschap van 20 jaar in een Siberisch strafkamp. Zijn verweer: de aanklacht is gebaseerd op de bekentenis van 2 getuigen... en afgedwongen door foltering. Zelf is hij na zijn arrestatie ook gemarteld, maar hij heeft nooit schuld bekend. Het is het aloude liedje: geef ons de man, wij vinden zijn misdrijf. De getuigen hebben hun verhaal later overigens ingetrokken, maar dat heeft aan het vonnis niets veranderd. Ook de hongerstaking die Sentsov 145 dagen volhield om zichzelf en andere Oekraïense politieke gevangenen vrij te krijgen, heeft niets aan zijn of hun situatie kunnen verwrikken. De Sacharovprijs is geen Oscar, geen Gouden Palm, maar een prijs voor de vrijheid van denken, genoemd naar de fysicus Andrei Sacharov, gestorven in 1989. Sacharov was een gedreven voorvechter van mensenrechten en rechten van politieke gevangenen. In eigen land beschouwd als dissident ontving hij in 1975 de Nobelprijs voor de Vrede. In ballingschap in Gorki kreeg hij in 1985 te horen dat een andere prijs van het Europees Parlement zijn naam zou dragen, als hij dat goed vond. En hij vond het dus goed. De goede vriendin met wie hij in 1976 de Moskou-Helsinki-groep heeft opgericht om onder andere mensenrechten schendingen naar het Westen te rapporteren, een initiatief dat heel veel navolging heeft gehad.
die goede vriendin, die historica en activiste Ludmila Alexeeva, is afgelopen maandag op 91-jarige leeftijd gestorven. Misschien heeft zij nog geweten naar wie de prijs dit jaar zou gaan. Alex Sentsov heeft dan vandaag de Zakharov-prijs gekregen, maar niet in handen. Alsof het om een postume prijs gaat en niet om een prijs voor een levend mens, die er nog is. Wij eren hem hier vandaag, op afstand, door gedichten te laten klinken. Niet van hem, hij is geen dichter, maar van voorgangers. Voorgangers in vervolgd worden, 3 generaties geleden. Gedichten die soms reageren op verbanning en gevangenschap. Ze vertolken Sentsovs lot. Maar vooral prachtige gedichten voor een prachtig mens. Zoals dichter Joost Baars zei toen ik hem voor deze avond vroeg. Ja, natuurlijk wil ik meedoen. Joost, schrijver van de dichtbundel Binnenplaats, leest poëzie van Ossip Mandelstam. Sietske Seuteman leest werk van een tijdgenoot en goede vriendin van Mandelstam, Anna Akhmatova. Akhmatova werd tijdens haar leven al door velen gelezen en was een geliefd dichter, maar door het systeem werd ze verguisd, omdat ze niet deed wat van haar gevraagd werd. Poëzie schrijven waarin de heilstaat bezongen werd. Sietske Seuteman, zoals ik al zei, zij gaat Akhmatova's gedichten lezen, is Turkoloog en vertaalster en bemant in haar eentje de Writers in Prison Committee. Zij voert het werk uit waarvoor PEN bijna 100 jaar geleden is opgericht. Tot slot draagt vertaalster Nina Targan Mouravi nog een selectie door haar vertaalde Russische en ook een paar latere Russische dichters voor. Zij draagt het voor, heeft ze beloofd. Maar eerst geef ik dan graag het woord aan Laura Starink. Slaviste, jarenlang correspondent in Moskou voor de NRC. Schrijver van boeken als Een land van horen zeggen, De Russische kater en De schaduw van de grote broer. Zij zal een beeld schetsen van de al jaren durende en een paar weken geleden opnieuw geëscaleerde broedertwist Oekraïne-Rusland en de annexatie van de Krim, waar Alex Sentsov destijds op gereageerd heeft. En omdat het vanzelfsprekender vertelt als je eerst iets gevraagd wordt, zal Haye Koningsveld, uitgever non-fictie bij de Bezige Bij en kersvers bestuurslid van PEN, met haar in gesprek gaan. Haye, Laura, willen jullie daar gaan zitten? Dankjewel, Vonne. Staat hij aan, ja? Ja, wij gaan een kwartier lang spreken over Oekraïne en Rusland en wat er gebeurde zo in die periode, een jaar of 4 geleden, en dat doortrekken naar vandaag en iets zeggen over het politieke klimaat in Rusland en over wat critici te wachten staat in het Rusland van Poetin. Op 20 februari 2014 werd mijn eerste zoon geboren. En de kop in NRC luidde die dag geweldsexplosie in Oekraïne. Enkele dagen later vond de annexatie plaats van de Krim. Enkele maanden later, in de zomer van 2014, stortte het vliegtuig MH17 neer boven de Oekraïne. Zou jij ons even willen mee terugnemen naar die tijd? Wat gebeurde daar in die februari-maart periode in 2014 en wat ging daar aan vooraf? Ja, doet hij het? Ja. De Euromaidan-revolutie is eigenlijk al iets eerder begonnen, in oktober, november van 2013. En de oorzaak daarvan was
dat op het allerlaatste moment president Janukovic had geweigerd het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne te ondertekenen, nadat hij zwaar onder druk gezet was door Poetin, die dat geen goed idee vond. Hij is toen teruggeschrokken daarvoor. Dat was een heel lang onderhandelingsproces geweest. En dat, toen knapte er iets in de samenleving en toen ontstond er een volksopstand, een massale volksopstand die in Kiev heeft geleid tot honderdduizenden demonstranten. En die gingen niet meer weg. En uiteindelijk is die opstand volstrekt uit de hand gelopen. En in januari, februari leidde dat tot een bloedbad waarbij ongeveer 100 mensen door de Oekraïense oproerpolitie zijn doodgeschoten. En toen was, toen was de woede zo groot dat het aftreden van Janukovic eigenlijk onvermijdelijk werd. En die is hem toen gesmeerd. En die is door de Russen van de kust van de Zee van Azov, overigens, die nu weer in het nieuws is, afgeplukt en naar Rusland gevlucht. En daarna is er een nieuw bewind gekomen. En daar hebben de Russen zich niet bij neergelegd. Die hebben in feite gebruik gemaakt van de situatie, van de verwarring in Kiev en de machteloosheid van het regime. Er was een interim president, Poroshenko was nog niet gekozen. En toen bliksemsnel de Krim geannexeerd. Nou, we weten allemaal hoe dat gegaan is met groene mannetjes die zogenaamd hun uniformen in de supermarkt hadden gekocht, zei Poetin. En die, waar hij niets mee te maken had. Een jaar later gaf hij triomfantelijk toe dat het een majeure operatie was geweest. Een geweldige vondst. Zonder bloed vergieten, een heel stuk land van je buren inpikken. Daar is Sentsov een van de slachtoffers van. Ja. Wat was het motief voor Poetin om die annexatie uit te voeren? Is er een strategische reden waarom de Krim zo belangrijk voor Poetin is? Dat hij daar specifiek... Zeker. Nou, de Krim is om te beginnen voor de Russen historische Russische grond. Je moet je voorstellen, Oekraïne bestaat pas 25 jaar. Daarvoor was heel Oekraïne, maakte onderdeel uit van de Sovjet-Unie en daarvoor van het Russische imperium. Het heeft eigenlijk nooit, op een jaartje na de Russische revolutie na, nooit bestaan als zelfstandige staat. Voor de Russen was het eigenlijk allemaal Russisch territorium. Die dachten niet in termen van een Oekraïnse natie. De Krim is in 1954 door politbureau-leider Khrushchev aan de Oekraïnse Sovjetrepubliek gegeven als een soort van, geste, een goed gebaar. Zonder dat daar verder enige betekenis aan gehecht hoefde te worden. Want binnen de Sovjet-Unie waren er eigenlijk geen grenzen. Dat waren gewoon lijntjes op papier die in de praktijk niets betekenden. Maar toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, toen was dat lijntje opeens voor de Russen heel vervelend. Waarom is de Krim belangrijk? Ik zei het al, omdat het historische grond is. De kerstening van de slaven, de Slavische volkeren, heeft plaatsgevonden op de Krim. Poetin vergelijkt het daarom graag met de Tempelberg. Maar in feite spelen hier gewoon machtspolitieke argumenten een rol, want de Zwarte Zeevloot ligt in de havenstad Sebastopol, en dat is inderdaad een Russische stad. De meerderheid van de bevolking is Russisch, en die waren zeer zeker geporteerd voor aansluiting bij Rusland. Ja. Dit is vier jaar geleden inmiddels. Hoe heeft de verhouding tussen Rusland en Oekraïne politiek zich ontwikkeld in die tijd? MH17 stort een enkele maanden daarna neer. En misschien kan je dat doortrekken naar vandaag en naar die Zee van Azov die twee weken geleden in het nieuws kwam en die afgesloten werd door het Russische leger. Nou, je kunt eigenlijk zeggen dat het van kwaad tot erger gaat. Om te beginnen was het een enorme verrassing, niet alleen voor Europa, maar ook voor Oekraïne zelf, dat Rusland, dat zij tegenover Rusland mijn bril beslaat. Ik weet niet waarom, dus ik zet hem even af. Het kunnen niet de zenuwen zijn. wat zei ik nu? Sorry. Nou, ik vroeg je hoe zich de politieke verhouding tussen Rusland en Oekraïne heeft ontwikkeld sinds 2014. Niemand had deze geweldsexplosie verwacht. Want anders waren wij, laten we wel wezen, niet aan dat associatieverdrag begonnen. De Oekraïners zelf waren het meest verbaasd. Ik herinner me dat ik in Dnepropetrovsk gesproken heb met gewonde Oekraïnse soldaten. Die zeiden,
de vijand was voor ons traditioneel altijd, die lag in het westen. En wij waren stom verbaasd en woedend dat we vanuit de rug werden aangevallen, hè, door onze Russische, Slavische bloedsbroeders. Want wat gebeurde er namelijk na de annexatie van de Krim? Waren de Russen nog niet tevreden. Toen zijn ze begonnen met het steunen van een opstand in de Donbass. Daar waren ook veel Russen en die dachten, hey, zo'n Krimscenario, dat lijkt ons ook wel wat. Dus laten wij vooral die opstand hier ook flink oppoken. De Russen zijn daarin meegegaan en toen die opstand, de Oekraïners waren daardoor ook volstrekt overrompeld en hadden bovendien een niet werkend leger. Dus een leger dat bovendien niet op de eigen bevolking wilde schieten natuurlijk. Maar toen ze tot bij zinnen kwamen en probeerden die opstand te lokaliseren en op te rollen, hebben de Russen daar ingegrepen. Nou, toen is daar een full-fledged burgeroorlog ontstaan. De MH17 is een van de slachtoffers, maar er zijn meer dan 10.000 mensen inmiddels omgekomen, onschuldig. Het merendeel zijn soldaten, maar toch ook 3.000-4.000 burgers zijn daarbij omgekomen. En dat is een etterende wond en die gaat maar niet over. Er zijn veel pogingen gedaan om vrede te sluiten. En die lopen op niets uit. En Rusland heeft ook geen belang bij vrede, want heeft maar één angst. Dat is dat Oekraïne lid wordt van de NAVO. En dat kun je heel makkelijk voorkomen door te zorgen dat een land een intern conflict heeft, een grensconflict. Dan kom je niet in aanmerking voor lidmaatschap. Dat is één van de redenen. Een ander is gewoon puur wraak. Poetin heeft gedacht, die is ervan uitgegaan dat Oekraïne zo zwak en onverdedigbaar was, dat het land waarschijnlijk zou opbreken in tweeën en dan zou hij het oosten nemen en Europa zou genoegen nemen met het westen. Maar Europa dacht er anders over. Dus ja, dat is in het kort. En als je nu doortrekt naar nu, dus die oorlog die is in een soort van impasse geraakt. Het echte vechten dat plaatsvond in de periode dat Sentsov is opgepakt. Dat is wat geluwd. Maar er is inmiddels zoveel wrok en haat over en weer dat er voortdurend nieuwe incidenten zijn. Ik zal er twee noemen. Er is een enorm schisma binnen de orthodoxe kerk die in Constantinopel huist. De patriarch van Constantinopel die wil de Oekraïners autocefalie geven, dus zelfstandigheid van de Russisch-orthodoxe kerk. De Russische patriarch is daar woedend over. Daarover woedt, as we speak, een geweldig conflict wat een deze dagen in een soort van schisma gaat uitlopen. En het andere wat zich twee weken geleden afspeelde in de zee van Azov, dat laat zien dat de Russen niet van plan zijn om op te geven. Zij hebben, om de Krim te bevoorraden, hebben ze een brug gebouwd naar Kertsj op de Krim, want het grote probleem van dat schiereiland was dat het niet bevoorraadbaar is. De Russen kunnen er eigenlijk alleen maar per schip komen en de Oekraïners laten ze natuurlijk over land niet door. En die hebben overigens ook de watertoevoer bijvoorbeeld en de elektriciteitstoevoer afgesloten. Geheel begrijpelijk, naar mijn smaak, maar voor de Krimbewoners niet echt prettig. Wat ze nu aan doen zijn, is die zee van Azov, die voor Oekraïne van levensbelang is, want die hebben natuurlijk heel weinig havens over nu ze de Krim is afgenomen. En met name de haven van Mariupol. Die staat nu onder zware druk. Dat is eigenlijk al een jaar gaande, want schepen worden gewoon tegengehouden. Vrachtschepen die daar, ook internationale schepen, die worden tegengehouden, worden een paar dagen aan de ketting gelegd, waardoor mensen zich wel twee keer bedenken, zakenlui zich wel twee keer bedenken of ze nog met Oekraïne in zee willen. Dat heeft twee weken geleden heeft het geresulteerd in een echt militair incident. Als je de filmpjes daarover op internet ziet, dan zie je een groot Russisch schip dat bewust een heel klein sloepje ramt en echt ramt een paar keer. Die schepen zijn ook, en wat er daarbij in de kombuis wordt gezegd, dat is ook op internet te vinden. En dat is gewoon puur leedvermaak. We zullen dat kleine rotscheepje eventjes kapot varen. In die termen wordt er gesproken. En die andere schepen zijn beschoten. De bemanning is opgebracht. En dat is volstrekt illegaal, want de Oekraïners hebben het volstrekte recht op grond van een akkoord wat ze in 2003 hebben gesloten met de Russen
om de Zee van Azov vrijelijk ook met militaire schepen te bevaren. En dit is dus een overtreding van het zeerecht. Ja, oké. Dankjewel. Nou, ik denk dat dat een heel helder overzicht is van wat er in de afgelopen 4 jaar gebeurd is. Ik zou even willen naar de situatie in Rusland nu. En dan ook aansluitend bij Zentsov, waar we vanavond over spreken. Er zijn natuurlijk veel critici van Poetin, maar zeker ook van zijn beleid in de Oekraïne. Schrijvers, filmmakers, politici. Het lot van Zentsov is natuurlijk heel tragisch. Hij heeft zijn mond open gedaan en hem is dit overkomen. Hoe gaat Poetin om met zijn critici en wat kunnen we verwachten? Hoe zich dat verder ontwikkelt in de komende jaren? Ook voor schrijvers, filmmakers en mensen die zich van het woord bedienen. Kijk, de intellectuele elite heeft het heel zwaar op het moment. Ik was 3 dagen geleden in Moskou. En ik was daar onder meer omdat ik wilde het proces wilde bijwonen tegen toneelregisseur Kirill Serebrennikov. Dat is de leider van het Gogol-centrum. Dat is een van de meest avantgardistische toneelgroepen in Moskou. Die man zit al 1,5 jaar met een enkelband thuis op verdenking van fraude. Alle cultuurcritici zeggen dat dat een politiek proces is. Hij wordt een kopje kleiner gemaakt omdat zijn toneelvoorstellingen niet in de smaak van de overheid vallen. De sfeer was erg somber. Ik heb ook vrienden van mij gesproken die zeiden. Ik heb een hele goede vriend, is een architect. En die is in de 70, heeft alles gezien en alles meegemaakt. En die zei: ik schaam me kapot voor mijn land. 3 kleine sloepjes rammen met een grote boot kan je wel. Wat ik bedoel, het is te zot voor woorden, het is krankzinnigheid. Ja. En hij was redelijk wanhopig over de situatie. Als je in Moskou loopt, merk je daar helemaal niets van. Want de intellectuele elite is natuurlijk altijd in Rusland een minderheid geweest. Dus is hij trouwens hier ook. Maar, geloof ik. Maar misschien heb ik iets gemist. Maar men is somber over de ontwikkelingen. Men ziet het land zich weer sluiten. Poetin heeft die buitenlandse avonturen gebruikt om de bevolking achter zich te krijgen. He, de annexatie van de Krim was een enorm succes, heeft geleid tot enorme euforie en tot een grote toename van zijn populariteit. Dus de buitenlandse avonturen die worden door de Russen eigenlijk werden door de Russen aanvankelijk toegejuicht. Dat geldt voor Syrië in veel mindere mate. En langzamerhand begint tot een groot deel van de bevolking ook wel door te dringen dat dat hele conflict om Oekraïne het land in grote problemen heeft gebracht. He, sancties, door het Westen als een paria worden beschouwd langzamerhand. En daar komt nog bij dat de binnenlandse politieke situatie voor Poetin zich ook niet gunstig ontwikkelt. He, dus ze zijn gedwongen geweest, omdat het economisch niet goed gaat, om een pensioenhervorming af te kondigen bijvoorbeeld. En die heeft heel veel kwaad bloed gezet, want Russen hebben nauwelijks een pensioen. En zelfs dat magere pensioentje wordt nu opgeschort. En hebben ze het gevoel dat ze helemaal voor niks gewerkt hebben. Dus ook binnenlands begint het volk wel te morren. Ik ga je even onderbreken voor de laatste vraag, want dit is een grimmig beeld wat je hier schetst. En je hebt dat net gezien toen je in Moskou was deze week. Maar waar zijn de plekken te vinden waar we hoop aan kunnen ontlenen voor mensen als Zentsov en zijn lotgenoten? Zentsov's lot hangt af van Poetin. En ik heb niet, naarmate de verhoudingen tussen Oekraïne en Rusland verslechteren, en dat doen ze op dit moment weer in rap tempo. Waarbij ik moet zeggen dat dat ook een binnenlands Oekraïense reden heeft, want Poroshenko moet herkozen worden in maart volgend jaar en die staat heel slecht in de peilingen. Daar is het net zo als overal elders. Maar zolang die verhoudingen slecht zijn, gaat Zentsov geen gratie krijgen. Dus dat ziet er somber uit. Over de gehele binnenlandse politieke situatie waar je hoop aan kunt ontlenen. Er is politiek gesproken op dit moment geen alternatief voor dit regime.
Sterker nog, mensen zijn bang wat er gaat gebeuren met het land als Poetin onverhoopt zou verdwijnen. Krijgen we dan burgeroorlog, valt het land uit elkaar, wat gaat ermee gebeuren? Er is een hele grote, goed opgeleide laag, zeg maar, die zo bij wijze van spreken het bestuur zou kunnen overnemen. Maar die mensen houden zich eigenlijk verre van politiek, omdat politiek in Rusland, politiek bedrijven in Rusland heeft geen zin. We zien dat aan Navalny, die Alexander Navalny, die oppositiepoliticus, die een soort van horsel in de pels is en voor de duivel niet bang. En die voortdurend op YouTube filmpjes allerlei corrupte schandalen aan de orde stelt. En die ze steeds voor 15 dagen oppakken, maar die te populair is in het land om definitief te worden opgeborgen. Echt hele concrete vooruitgang of mogelijkheden van hervorming zie ik op dit moment niet. Economen die trekken voortdurend aan de bel en zeggen van als wij niks doen dan gaan we naar de haaien. We moeten af van dat isolement, we moeten zaken kunnen doen met het Westen, et cetera. Dus de sfeer is eigenlijk een beetje van we zitten in een fuik en niemand heeft een oplossing hoe we daaruit moeten komen. Wij hadden met twee collega's een site die heet Raam op Rusland. Lees die site, want er staan hele goede stukken op. En daar hadden we hadden een verhaal van een Russische journalist, we werken heel veel met Russen samen. Die heet Leonid Ragozin en die deed een soort pleidooi. Hij zei, het Poetin-regime is verwerpelijk, maar stoot de Russen niet af. Wij zijn Europeanen en wij willen bij jullie horen. Wij willen niet teruggedrongen worden in dat isolement. En hou die lijntjes open. Dat is het enige wat er op dit moment op zit. Maar voor hoe lang, ik heb geen idee. Dankjewel. Dankjewel, Laura Haaien, voor de vragen. Stoot de Russen niet af. Dat zullen we niet doen. We houden ook alle lijntjes open. En zeker de lijnen naar de dichters. Voordat Joost Baars dadelijk Ossip Mandelstam gaat lezen, lees ik iets voor uit de notities van de vertaler bij Mandelstams poëzie. En die vertaler is in dit geval Kees Verheul, die ook de memoires van Nadezhda Mandelstam, waar ik straks nog een fragment uit zal voorlezen, zo prachtig heeft vertaald. In zijn essay over de gespreksgenoot formuleert Mandelstam zijn visie op het contact tussen de schrijver en de lezer van een gedicht via het bekende beeld van de brief in een fles. Een zeevaarder werpt op een kritiek moment een verzegelde fles met zijn naam en een beschrijving van zijn lot in de golven van de oceaan. Vele jaren later vind ik op een zwerftocht door de duinen deze fles in het zand. Lees de brief en begrijp eruit wanneer hij in zee is geworpen en wat de laatste wil van de overledene is geweest. Hierop aansluitend citeert Mandelstam een gedicht van een lang miskende 19e eeuwer, Baratinsky, waarin de regels staan: zoals ik een vriend gevonden heb onder mijn tijdgenoten, zal ik een lezer vinden in het nageslacht. Mandelstam schreef dit essay in 1913, toen hij een debuterende dichter van 22 was. Hij had zijn toekomstige carrière en het postume lot van zijn werk niet duidelijker kunnen voorspellen. Tijdens de laatste 10 jaar van zijn leven, waarin hij een aantal van zijn beste gedichten schreef, was vrijwel iedereen in Rusland hem vergeten. Toen hij op 27 december 1938 naar een periode van gevangenschap, verbanning en opnieuw gevangenschap in een Siberisch doorgangskamp stierf, leek zijn oeuvre voorgoed te zijn verdwenen onder wat hij zelf beschreef als het zwarte fluweel van de Sovjetnacht. Het fluweel van de leegte over de gehele wereld. In de jaren 60 gebeurde er een soort wonder.
afschriften van tientallen onbekende Mandelstam-gedichten, zorgvuldig door zijn weduwe bewaard, begonnen in Rusland te circuleren. Het effect was dat van een eersterangs ontdekking. Iemand had zich niet in verwarring laten brengen door de terreur en de leuzen en was onverstoorbaar blijven voortdichten, in de zekerheid dat zijn stem, hoe lang ook begraven, zijn medemensen eens bereiken zou. Mandelstams wereldfaam is begonnen met de memoires van zijn weduwe Nadezhda. En dan staat er nog iets, en dat durf ik bijna niet uit te spreken met Russen in de zaal. Yakovlevna. Ja, oké. De diepe indruk die haar boeken overal gemaakt hebben, heeft ook buiten Rusland nieuwsgierigheid gewekt naar het werk van de dichter die er de onvergetelijke hoofdfiguur van is. Ossip Mandelstam. Ik lees dus wat vertalingen van Peter Zeeman en van Nina Targan Mouravi. Ik zal steeds bijzeggen wie wat gedaan heeft. Nina gaat zelf wel ook nog lezen en dat is mooi, want die kan dat eigenlijk veel beter dan ik. Ik kreeg dit lichaam, wat zal ik ermee? Zo afgerond en zo compleet van mij. Wie moet ik danken voor de stille vreugd van ademhalen, leven, liefde, jeugd? Ik ben de juwelier, maar ook de steen en sta in wereldskerker niet alleen. En op de ruiten van de eeuwigheid heeft zich mijn warme adem al gevlijd. Er is een tekening ontstaan op glas die even later onherkenbaar was. Ook al vervliegt dit wazige moment, de tekening staat in ons hart geprent. Mandelstam schreef dit in 1909. En de vertaling was van Peter Zeeman. Deze is van Nina Targan Mouravi. Puttertje, ik doe mijn hoofd omhoog en speur met jou de wereld af. Is het kille daglicht in jouw ogen ook zo stekelig als kaf? Staart, een boegspriet, zwart met geel de veren, rond de snep gedoofd in verf. Dat je zo'n spetter en zozeer een putter bent, besef je het zelf? Deze zwarte, rode, gele bontheid, kleurt die niet zijn uitkijk bij? Beide ogen open, elke kant uit, niet gekeken, weg is hij. Ook deze vertaling is van Nina. Aan kille, kwaadaardige damp ben ik ontsproten als ritselend riet. Dat vurig en loom en aanhankelijk van al het onbereikbaars geniet. En buig weer, onopgemerkt, nederig, mijn zompige veen tegemoet, een ogenblik lang door het tedere geruis van het najaar begroet. Ik kan me in dromen verlustigen, verheugd zijn als iemand me grieft, op allen in stilte afgunstig zijn, op allen in stilte verliefd. Terug naar Peter Zeeman. We zitten inmiddels in 1937. Zoals een hemelsteen de aarde doet ontwaken, zo kwam het vers neer dat in ongenade viel. Iets onverbiddelijks, een vonst voor wie het schiep. Het kan niet anders zijn, geen vonnis zal het raken.
ook Peter Zeeman. In de keuken is het warm en goed. De petroleum ruikt heerlijk zoet. Scherp het mes en kogel rond het brood. Draai als je dat wilt de primus hoog. Of bind anders maar voor dag en dauw ons valies dicht met wat stukken touw. Om op weg te gaan naar een station enkel vindbaar voor de ochtendzon. En als laatste terug naar Nina Targan-Mughrafi. Wij zijn levend, maar voelen het land niet meer aan. We zijn op 10 passen afstand niet te verstaan. En wie toch nog een zin durft te mummelen, noemt de Bergman, die troont in het Kremlin. Hij heeft stevige vingers als wormen zo vet. Zijn zwaarwichtige woorden dicteren de wet. En zijn kakkerlakvoelsprieten giechelen. En zijn donkere kaplaarzen spiegelen. Uit dunhalzig uitvaagsel bestaat zijn bewind. Heel die schare van halfmensen doet wat hem zint. En ze sissen en janken en miauwen. Hij alleen mag schofferen en jouwen. Als een vuisthamer smeet hij besluit na besluit, dan een klap, dan een trap, op de bek, op de stuit. Een terechtstelling zien is zijn fetisj en zijn borstkas is krachtig, ossetisch. Dank jullie wel. Joost komt straks weer terug. Ik lees nu iets voor uit de memoires van de weduwe van Mandelstam, Nadezhda. In het voorjaar, gewoonlijk in mei en in de herfst, hadden op vrij grote schaal arrestaties plaats, in hoofdzaak onder de intelligentsia. Deze arrestaties hadden tot doel de aandacht van de bevolking af te leiden van de veelvuldige economische tegenslagen. Bij ons kwamen ze in de nacht van de 13e op de 14e mei 1934. Waarom hebben ze hem gepakt? Was bij ons een verboden vraag geworden. Waarom? Riep een vriendin van ons woedend uit. Hoezo waarom? Het wordt tijd dat je begrijpt dat mensen zonder reden worden opgepakt. De mensen die zich beroepshalve bezighielden met het liquideren van hun medeburgers hadden een speciale uitdrukking bedacht. Geef ons de man, wij vinden zijn misdrijf. In die meinacht begreep ik dat mij een taak wachtte. Het lag niet in mijn vermogen een verandering te brengen in het lot van M. Maar een deel van zijn manuscripten was nog in mijn bezit. En veel van zijn werk was bewaard gebleven in mijn geheugen. Ik was de enige die dit alles kon redden en daarom moest ik proberen mijn leven te sparen. Heeft hij misschien iets onbezonnens geschreven? Nee, gewoon weinig sociale gedichten. Dat loog ik. Het is fijn als je in zulke omstandigheden leeft dat je niet hoeft te liegen. Zonder leugens zou ik het er in onze verschrikkelijke tijd niet levend afgebracht hebben. Aan de andere kant was er ook niemand die mijn woorden geloofde. Liegen was in die tijd iets volkomen vanzelfsprekends. Zoiets als een stereotype beleefdheidsvorm. Nog twee gedichten, allebei vertaald door Nina Targan-Mughrafi. Je bent nog lang niet dood en eenzaam ben je niet, zolang je samen met je zwerfster nog van de grootsheid van het vlakke land geniet. Van kou, duisternis en sneeuwstorm. Zoek troost en vrede in ontberingen vol pracht, in majesteitelijke armheid. Vol zegeningen zijn die dag en nacht en rein de zoetgevooiste arbeid.
Hij is ellendig die zijn schaduw vreest en door de rukwind wordt geslagen. Een arm is hij die zelf al half een geest een aalmoes aan een schim moet vragen. Mijn werden aanloop, vaart en hoge vlucht ontnomen. U gaf mijn voet tot steun een onbeheerde grond. Wat leverde dat op? Uw opzet leek volkomen, maar u ontneemt mij niet mijn prevelende mond. Dank jullie wel. Goedenavond. Ik lees dus 5 gedichten van Anna Akhmatova. En die zijn alle vertaald door Margriet Berg en Marja Wiebes. De Muze uit 1924. Wanneer ik 's avonds wacht of zij zal komen, dan hangt het leven, lijkt het, aan een draad. Wat maal ik nog om roem, jeugd, vrijheidsdromen, als zij met haar schalmei weer voor me staat. Daar is ze, met haar sluier teruggeslagen, kijkt ze me aan met onverholen blik. Was jij het, die andante, zal ik vragen, de hel dicteerde? Ja, het is het antwoord, ik. Dit gedicht schreef ze in 1915. Geen lach wil om mijn lippen komen. Een koude wind heeft ze bevroren. Wordt een verwachting weggenomen, dan wordt er een nieuw lied geboren. Ik sta het af, al zal het waarschijnlijk beschimpingen en hoonlach krijgen. Want voor de ziel is het uiterst pijnlijk om lief te hebben en te zwijgen. Een veel later gedicht uit 1944. Wanneer de maan zich als een schijf meloen laat zakken tegen de vensterbank, je haast geen adem krijgt, wanneer de deur op slot is, het huis betoverd lijkt, omrankt door ijle blauwe regentakken en er koud water in het aardekopje staat, de handdoek wit als sneeuw is en het wassen kaarsje. Motten aantrekkend, brandt als in mijn kinderjaren, de stilte dondert en niet naar mijn woorden luistert, dan wervelt uit het Rembrandtiaanse duister ineens iets op en het verbergt zich weer meteen. Maar ik ervaar geen huivering, ik schrik niet eens. Hier wist de eenzaamheid mij in haar net te strikken. De zwarte huiskat kijkt, de eeuwen in haar blikken. Mijn spiegelbeeld wil mij niet helpen, geeft geen kracht. Ik ga nu heerlijk slapen. Goedenacht, mijn nacht. In plaats van een voorwoord uit 1957. In de vreselijke jaren van de Zhezhov-terreur bracht ik 17 maanden door in de rijen voor de gevangenis in Leningrad. Op een keer herkende iemand mij. Een vrouw met blauwe lippen die achter mij stond en die mijn naam daar natuurlijk nog nooit had gehoord, ontwaakte op dat moment uit de verstarring waarin wij allemaal verkeerden en fluisterde in mijn oor. Iedereen fluisterde daar. Kunt u dit beschrijven? En ik zei, ja, dat kan ik. Toen gleed er een spoor van een glimlach over wat ooit haar gezicht was geweest.
En tenslotte opdracht. Bergen buigen voor dit leed. De grote stromende rivieren zijn verstart. Maar het gevang heeft nog zijn zware sloten. En daarachter zijn de kerkerholen en de dodelijke smart. Anderen genieten van het warme briesje of de zon die ondergaat. Maar wij kennen hier alleen het barse, zo door ons gehate sleutelknarsen en de zware stap van de soldaat. Tijdig opgestaan als voor de metten, liep men de vervallen hoofdstad door. Kwam daar samen, doder dan skeletten, lage zon, neva en mist, de vechten, waar het lied van hoop nog wordt gehoord. Het vonnis. En meteen een tranenregen. Afgesneden al van iedereen. Het is of het leven uit haar wordt gereten. Het is alsof ze een nekslag heeft gekregen. Maar toch loopt ze. Wankelend. Alleen. Waar zijn mijn toevallige vriendinnen uit die 2 jaar hel? Wat denken zij in de cirkel van de maan te vinden? In Siberië's woeste wervelwinden? Ik stuur haar een afscheidsgroet van mij. Ik heb een enorme bewondering voor Sentsov's moed, uithoudingsvermogen, zijn vastbeslotenheid om zelf te bepalen hoe het dan verder vergaat. Dus ongeveer een dag nadat hij genomineerd is, als ik het goed heb, voor de Nobelprijs, is aangekondigd dat hij dwangmatig gevoed zou worden. Toen heeft hij gezegd, dan ga ik zelf eten. Dus zij laat hem geen keuze en hij neemt het zijn eigen lot toch in handen. Wellicht een overzoel, Sentsov is etnisch gezien een Rus, geboren en getogen op de Krim. En hij heeft ervoor gekozen om afstand te doen van de Russische staat. Maar daarmee niet van de Russische cultuur, die dus aan elkaar hangt natuurlijk van proteststemmen. En hij is natuurlijk wars van het Rusland van de Kriminvasie, de onverschilligheid, de gelatenheid, het vergoelijking van zinloze oorlogen, maar niet van alles wat Rusland verder beheerst. Zien hij de Hippius dichten in 1915? Geen rechtvaardiging. Nee, geen aanvaarding. Geen pardon. Ik blijf het steeds verdoemen. Dat ijzeren gevaarte kon mij nooit de zijne noemen. Ik sneuvel met de rest, ik moord, ik richt mezelf te gronden, maar nimmer een verbloemend woord. Mijn ziel wordt niet geschonden. Als het uur van vuren duister slaat, laat dit in het hart beklijven. Een oorlog wordt niet goed gepraat, zo zal het eeuwig blijven. En mocht het Gods beschikking zijn, dit pad van bloed en lijden, dan gaat mijn geest ook hem te lijf. Trekt tegen God ten strijde. Ben ik zo goed te verstaan, toch? Ja. Dan wil ik over naar Osip Mandelstam, die al in 1916 zijn uiteindelijke lot, zijn ballingschap en uiteindelijk zijn dood in Siberië lijkt te hebben voorspeld. Hoe langzaam deze paarden treden, wat gloeiende lantaarns zacht. Dit vreemde volk, het zal wel weten waar ze me brengen in de nacht. En ik vertrouw ze maar, slaapdronken en doezel rillend van de tocht.
Een ster hoog in de hemel flonkert plots in mijn ogen in een bocht. Het eilend hoofd, verhit en warrig, het tere ijs van iemands hand. En nieuw voor mij, de zwarte sparren als silhouetten langs de kant. Nu wil ik graag dat u die zwarte sparren even onthoudt. Ook omdat ze terugkomen in het gedicht van Boris Rigi. En als vertaler moet je dat dus in de gaten houden. Hè? Dus dan moet je niet bijvoorbeeld donkere dennen schrijven omdat het te makkelijk rijmt. Maar moet je die verwijzing herkennen en dus ook adequaat weergeven. Ik heb het niet altijd goed, maar deze had ik toevallig gezien. Aardig om te vermelden dat Oleg Sentsov uiteindelijk dus verplaatst is naar een haast onbereikbare kamp genaamd Labutnangi of Labutnangi. En dat betekent lariksen, dus toch ook een soort naaldboom, hoewel geen zwarte spar. Uiteindelijk komt Mandelstam tussen 31 en 35, 1935, met dit magistrale gedicht waarin zijn keuze vast komt te staan. Liever de taiga dan het bewind dat de medemens vermorzelt, bezingen, accepteren. Om een soort toekomstmythe met verloochenen van het heden. Om de roemrijke moed der toekomstige tijd, om de mensheid verheven van geest, ben ik al het vertier, alle waardigheid kwijt en mijn kelk op het vaderlijk feest. Deze eeuw als een wolfshond drijft mij in het nauw, net alsof ik van wolvenbloed was. Prop me liever meteen als een muts in de mouw van de steppen die sniek heette jas. Geen graatbraakte botten, geen bloedige brei, geen gezichten vertrokken van angst, maar de nachten waarin ongeschonden voor mij de Siberische zilvervos glanst. Breng me weg naar de Jenisee, keizerlijk groot, naar de sterrenhoog reikende den. Ik kan slechts door mijn evenknie worden gedood, omdat ik niet van wolvenbloed ben. Dan gaan we over naar Anna Achmatova. Aanwezig bij Mandelstams arrestatie en net als hij zeer gehecht aan de bezienswaardigheden van hun Sint-Petersburg, waar Pushkins geest nog voelbaar is. Zij trakteert de lezers in dit gedicht op een heel andere rondleiding. Het zijn locaties van talloze kampen die zich als kankercellen over het Sovjetlandschap uitzaaien. Anna Achmatova, een beetje topografie. 1937. Voor OM. Nee, geen hoofdstad, Europa's vrijste. Het verstikkende ballingschap, waar je van de Jenisee reisde, naar Chita met een overstap, naar Ishim, de Irgische schraalte, naar Akbasar, alom berucht, tot je het kamp van de vrijheid haalde, rotte britsen en lijkenlucht. Zo verschenen de stadsgezichten mij vannacht in het schemerblauw, eens geroemd door de eerste dichter, door ons zondaren. En door jou. Talloze Sovjetburgers en buitenlanders haalden zo'n kamp niet eens. Ze werden zonder omhaal geëxecuteerd en gegooid in massagraven, waar boven bossen werden geplant. In Karelië groef historicus Yuri Dmitriev eigenhandig duizenden Stalin-doden op. Zocht de botten bij elkaar, spitte archieven uit om de anonieme doden hun naam terug te geven. Nu zit Dmitriev vast op absurde verdenking van ontucht met zijn minderjarige uit een kindertehuis weggehaalde dochtertje. Dit korte gedicht van Varlam Shalamov. Ja, dankjewel. Van Varlam Shalamov, die de kampen van binnenuit kende, is voor hen die zelfs die kans is ontnomen. Wij bewerken onze akker te behoedzaam naar verluid. Klopt, wij ploegen al maar vlakker, struikelen en glijden uit. Wij bewerken toch geen steppen, maar een kerkhof wijdgestrekt, bang om beenderen te scheppen, amper door de grond bedekt. En nu iets
persoonlijks. Ik ben niet zomaar vertaler geworden. Ik ben van huis uit beeldend kunstenaar, maar ik ben dochter van een literair vertaalster. En mijn moeder was een jonge, mooie vrouw toen ze op zo'n schrijvers, werk- en rusthuis Alexander Galitsj heeft ontmoet. Toen nog een gevierd Sovjet-dramaschrijver, maar in de underground al bekend om zijn opstandige liederen. Die twee raakten heel erg bevriend. Ik ben te jong om me dat te herinneren. Ik werd na die bijeenkomst nog niet meegenomen. Maar ik heb mijn oriëntatie is door die van mijn moeder natuurlijk al bepaald. En ik wil heel graag een klein stukje van dit nummer horen, dit lied horen. Hij geeft hier een stem aan een vrijgelaten kampgevangenen. Het lied heet De Wolken. Спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака. Я коньячку принял полкило, облака плывут, два бока. Не спеша плывут облака, им тепло, небось, облакам. А я продрог насквозь. Hij is met zijn verzetsliederen de meest uitgesproken geweest van onze Barts. Hij is uiteindelijk het land uitgedreven, zou je kunnen zeggen. En omgekomen in Parijs aan een kortsluiting bij het uittesten van een installatie, geluidsinstallatie. Veel mensen denken dat dat dan toch een soort moord is geweest. Hoewel daar geen bewijs voor is. Wolken varen heen, wolken gaan naar het... Oh, pardon, ik begin meteen bij het tweede couplet. Wolken varen naar Abakan in slow motion op hun gemak. En ik zit aan de kip tabakka en aan een pul Armeense cognac. Wolken varen heen, wolken gaan naar het dierbare Abakan. Die vrieskou kunnen zij lachend aan en ik moet kou kluimen voortaan. Als een hoefijzer in het ijs dat geen piekhouweel openbrak, heb ik 20 jaren vergeefs vastgezeten in een barak. Nu nog door de sneeuwkorst verblind, nu nog de fouilleringen moe. Zeg, breng me nou maar nog zo'n pint en ik lust wel ananas toe. Wolken varen heen, wolken gaan, die kant uit richting ochtendzon. Er hoeft geen raadsheer ze bij te staan, ze vragen geen generaal pardon. Zoals ik hier prins heerlijk zit, vind dat ik niet klagen mag, heb waarachtig een nieuw gebied, 20 jaar voorbij als één dag. Wolken varen heen, onbezorgd, niks geen spaargeld, geen vaste baan, en mijn toelage wordt gestoord, steeds aan het begin van de maand. En ik weet dat die dag met mij het halve land zich wezenloos zuipt. En met onze gedachten mee varen wolken heen die kant uit. Ook van Galitsj is goudzoekerswalsje. Over het zwijgen waar je zou moeten spreken. Men beschouwt ons al lang als volwassenen. Dus geen hinder van jeugdsentiment. Geen verlangen meer naar een verrassende schattenjacht op een ver continent. Naar een zeereis aan boord als verstekeling. Naar Antarctica, veel te koud. Toch kan men ons tot goudzoekers rekenen. Want we zwijgen. En zwijgen is goud. Hou je kop,
kom je ook hoger op. Hou je kop, hou je kop, hou je kop. We negeerden gevoelens en wijsheden, droegen oogkleppen, zwegen een koor. Keer op keer hoorden wij bij de zwijgenden, plus wij zwegen niet tegen, maar voor. En degenen die klaagden en weigerden, uitgeraasd, vroeg gestorven, mond dood. En het goud werd verdeeld door de zwijgenden. En met goud wordt je hotemethood. Hou je kop, zo bereik je de top. Hou je kop, hou je kop, hou je kop. Nu we eerst rangplaatsen bemachtigen, worden wij van de toespraken gek. Maar die stomheid loert onder dat prachtige georeer als een vettige vlek. Krijzen laten we over aan anderen, want die hebben het arm en benauwd. Zwijgen is lucratiever dan jammeren, want we weten het, zwijgen is goud. Zo eenvoudig kom jij hoger op, zo eenvoudig bereik je de top. Hou je kop, krijgt een ander de strop. Hou je kop, hou je kop, hou je kop. Te midden van dat veilige, allesdempende zwijgen valt de stem van erkenning en meegevoel nog meer op. Iosif Brodsky eerde Anna Achmatova met dit gedicht. Voor de 100ste geboortedag van Anna Achmatova. De bladzij en het vuur, de maalsteen en het graan, de snede van een bijl waaraan nog haren kleven, God spaart ze stuk voor stuk, de woorden bovenaan, die evenals hij zelf liefhebben en vergeven. Ze klinken effen, dof, als polsslag, als de val van aarde in het graf, als beenderen die breken, doch klaarder dan zijn stem, gedempt door het heelal, omdat een sterveling slechts eenmaal komt te spreken. Voor jou, o grootse ziel, die deze woorden vond, buig ik van overzee en voor het aards gedeelte dat nu te rusten ligt in onze eigen grond, door jou van stem voorzien in een doofstomme stilte. Dichter Boris Rizhi, geboren in Jekaterinburg, alwaar de tsarenfamilie met hun bedienden en lijfarts is gedood, stapt op zijn 27ste uit het leven. Ook hem kwam het verre noorden waarachtiger voor dan het hypocriete hoofdstedelijke bestaan. En de zwarte sparren verwijzen duidelijk naar Mandelstam. Kruis naar een willekeurige stad in het noorden om er hurken te trekken aan mijn sigaret. Een gezellige vriend zal me zomaar vermoorden en daarna, als hij nuchter is, snikken ontzet. Die mistroostige plaatsen, ik ken er wel meer van, waar een achteloos volk om zijn leventje lacht. Daar geraken is eng en vertrekken oneervol. Je behelpt je met alcohol, bid tot de nacht. In de taiga zijn zulke rivieren te vinden. 'S Ochtends komt een waanzinnige verte in beeld. Vrouwen lopen er rond van die kloeke boerinnen en bandieten met tongen van vloeken vereeld. Laat me gaan alsjeblieft, het is hier niet te harden. Ben van niemand, semitisch en gek in mijn hoofd, niet goed bij mijn hoofd, snak dat naar zwarte ellende en de zwarte sparren hebben stellig die zwarte ellende beloofd. En ik wil graag afsluiten met Vera Pavlova. Ze heeft veel herkenbare belevenissen als eerste in dichtvorm gegoten, van eenzame abortus tot nachtelijk zwemmen. Leeft part-time in het buitenland, was net als Rizhi te gast bij Poetry International in Rotterdam en zal in maart in Amsterdam en Brussel optreden. Hier laat ze zien dat het niet meevalt om als Rus van Rusland te houden. Zo roept een perkje met gemeente tulpen, gelieve niet te plukken, stiekem hopend dat iemand ze komt stelen in het donker. Zo smeekt een prille, ongerepte schede, een mannenhand al snikkend om genade, terwijl ze naar genadeloosheid hunkert. Zo bid ik ijverig, bespaar me Rusland. Dat zullen ze me goddank niet besparen. En als laatste, tegenspoed als een hoofdprijs aanvaardend, een beloning als tegenspoed, zoek ik naar een voorlaatste waarheid. Voor de laatste mis ik de moed. Maar hoe zal ik verifiëren
of de uitslag de juiste is. Rilke kon op zijn Rusland teren. Ook al iets wat ik nodig mis. Dank jullie wel. Het hoofd is ook heel indrukwekkend. Ik hoop op een lange winter met veel avonden waarin we ook gedichten uit het hoofd gaan leren. Veel dank voor alle medewerkers. Laura Starink, Haaien Koningsveld, Joost Baars, Sietske Seuteman, Nina Targan Mouravi. De andere vertalers, Peter Zeeman, Margriet Berg en Marja Wiebes. Dank de Bali voor haar gastvrijheid en Sophie Rutte-Frans voor het meedenken. Victor Dijkstra voor de techniek. Dank publiek dat u naar de Bali bent gekomen op dit ongewone tijdstip voor deze ongewone bijeenkomst voor een ongewoon mens, Alak Sentsov. En dan nu nog kort de beloofde alinea uit een verhaal van zijn hand, geheten Hond. Ik wandel ook graag 's winters, wanneer het sneeuwt, wat bij ons zo zelden voorkomt. Wanneer je voetsporen ziet van jezelf en van anderen. Wanneer je stem luid klinkt en ver draagt. Wanneer je uit alle macht roept, Dick, hier, hier. En dan hoor je de roffel van zijn poten, gevolgd door zijn gesnuif. En dan zie je de hond naar je toe rennen, terwijl hij de sneeuw van de laaghakkende takken over zichzelf heen zwiept. En op zomeravonden, fantastisch is het dan om van een wandeling thuis te komen, de lucht vol geluiden, en je ruikt de regen die nog moet vallen. En terwijl je in het bos uitkomt, daagt het je dat het gefluister van bladeren veel te luid klinkt. En je beseft, dit is de regen die is begonnen en volgt je door het bos. En je begint te hollen, zo snel je kunt, naar beneden het veld door. En je hond holt met je mee. Hij draait zijn kop naar je toe en halverwege haalt de regen je in. En samen wandel je huiswaarts en je lijnt hem aan. En alle honden van de straat worden gek en jouw hond antwoordt met zijn donderende blaf. En je kunt hem maar net houden en je bent allebei moe en gelukkig. Dan geef je hem te drinken. Je giet het water uit de kan in zijn bak en je geeft hem te eten. Je valt allebei in slaap. Gelukkig. En de volgende dag ga je naar school en de hond volgt je, rukkend aan zijn ketting naar het hek. En je weet allebei dat er 's avonds weer een wandeling zal zijn. En je zult samen zijn. En je zult weer gelukkig zijn. Ik hoop dat de herinneringen die Alak Sentsov zo beeldend heeft beschreven in dit verhaal, heeft weten op te roepen, deze en andere herinneringen hem in die Siberische gevangenschap ver van zijn geliefde tot steun zijn, dat ze hem gezelschap houden en dat ze altijd komen als hij ze nodig heeft. Dank u wel en dan gaan we nu in het café een toast op Alak Sentsov uitbrengen. Dank u wel. APPLAUS